Soms gebruik ik het nog wel eens als een illusie. Oh, je sneaky bitch, zeg maar. Nou, nu ben je bastard, hè? Ze hebben het nu gezien. Ja. Ik ben van snowboarden. Je kan niet zeggen dat de Olympische Spelen de wedstrijd was met de meeste druk. Als ik het daarvoor niet goed deed, had ik ook nooit op de Spelen kunnen zijn. Dus het is eigenlijk een totaalpakketje altijd. Ik zit op volleybal. Een van de mooie momenten was, denk ik, dat we ons geplaatst hebben voor de Olympische Spelen in Rio. Dat was in 2016. Dat is al heel lang geleden, dat de laatste keer dat de vrouw zich geplaatst had. Dus het was wel een heel bijzonder moment. Mijn drijfveer was eigenlijk wel altijd plezier. Niet alleen maar winnen, nee. Dat kan ook niet, want ik denk dat je jezelf dan alleen maar teleurstelt. Als jij bijvoorbeeld, weet ik van normaal gesproken 80 kilo squat en vandaag kan je 82, ja, heb je eigenlijk ook al gewonnen. We hebben wel wedstrijden gehad in Landgraaf en dan kwamen er vrienden. Maar dan voelde ik altijd wel extra druk, want die reden dan minstens 250 kilometer. Dat ik echt dacht, oh jeetje, dan hebben ze zo ver gereden. Nou moet het goed gaan. En daarbij heb ik ook een moeder die niet van wedstrijdsport houdt. Die heeft nog nooit een wedstrijd gezien. Die heeft gewoon het gevoel van, joh, als ik erbij ben, kan het alleen maar negatief uitpakken omdat ik zo zenuwachtig ben. Ja. Heb jij wel eens een moment gehad dat de druk zo hoog werd dat je dacht, ik kan het niet meer handelen? Dat was een periode waar ik niet goed in mijn vel zat. Dat uitte zich, zeg maar, in op het veld die druk die ik mezelf oplegde in paniekaanvallen. Mijn tandvlees ging tintelen, ik zag vlekken, ik kon niet meer concentreren. Ik bijna huilde, ja, was heel heftig. Ik pak ook een slokje water, ik vind het wel pittig. Waarom ga je naar de tandarts of naar de kapper om alles bij te houden, maar waarom hou je het hier niet bij, weet je wel? Ja. Doe eens een check, hoe gaat het eigenlijk met je? Tacos. Oh, lekker. Zoete aardappelsoep. Lekker, dankjewel. Ja, sport bepaalt wel een heel groot deel van mijn leven. Maar ik heb ook geleerd om meer te genieten. Ik maak nu echt bewust tijd om met mensen iets te gaan eten of een drankje te doen, waar ik eerder dacht, nee, ik moet rusten. Ik vind het ook niet erg om af en toe echt geleefd te hebben voor de sport. Omdat ik met datgene bezig was wat ik zo graag deed. Ja. En soms gebruik ik het nog wel eens als een nee, oh, je sneaky bitch, zeg maar. Nou, nu ben je bastard, hè? Ze hebben het niet gezien. Ja. Voor mij is er geen verschil tussen dames en heren. Sport is voor mij allemaal mooi, want daar zit emotie achter. Of het nou goed gaat of niet goed gaat. Als er een vrouwelijke atlete of bijvoorbeeld de handbaldames of zo, als die het goed doen, denk ik van, ah, lekker. Ja. Dan denk ik wel van de girl power, dat vind ik wel leuk. Laat mij niet een hele dag op een komkommer kouwen, weet je. Daar word ik niet vrolijk van, daar ga ik ook niet beter van presteren. Dat je op een wedstrijddag gewoon toch door spanning totaal geen trek hebt, maar wel moet. Maar dat je daarna de ontlading hebt en dat je denkt, oké, nou lust ik alles. Ja. Ik zie jou ook wel op de atletiekbaan staan, trouwens. Ik rennen. Ja? Ik ga niet rennen. Nee, ik ren alleen als er een goed buffet is daar. Dan ren ik naar het buffet, maar anders ga ik niet rennen. Ja, ik hoop podium. Gezien de resultaten in het verleden, oké, dat is geen garantie. Maar ik hoop toch ook wel, ik hoop toch ook wel een podiumplek, hoor. Net ik toch? Gun het ze gewoon. Ja. En wat ik eigenlijk het meeste gun is, misschien heel zoetsappig, maar dat ze genieten gewoon ervan. Ik denk dat het wel de basis is. Ik denk het ook.